We gaan vandaag heel veel leuke dingen doen, dus ik ga jullie meenemen. Oh, waar ligt mijn telefoon? Bel mij eens. Bel mij eens. Dus misschien wordt dit mijn nieuwe auto, mensen. Mensen, deze auto hier achter mij, is dit gewoon tegen me aangereden, dat is geen grap. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ben ik weer met Thomas en Chantal. We gaan vandaag heel veel leuke dingen doen, dus ik ga jullie meenemen. Let's go! Let's go! Ik begin even met mijn outfit van de dag. Dior schoenen met een broek van, I don't know. Dan heb ik een mooie hoodie van Amerika. En een vintage jacket. Waar? En Chantal. Deze vind ik zo vet. Welke? Mijn jas? Ja, die vind ik echt vet. Wat was? Waar is mijn mus? Hij is altijd zijn mus kwijt, mensen. Dit vind ik echt gaaf. Oké, je reed mijn outfit, mensen, van 0. Tot 10. Inclusief je schoenen. Oké, nu lief jou, Chantal. Oké. Hij is weer zijn muts kwijt, hoor. Oh. Hij raakt zo vaak zijn muts kwijt, mensen. Oh, die mutsen. Oké, kijken. Je hebt Nike schoenen aan. Broek van een Bershka en een shirt van de Zara. Shirt van de Zara. Ik heb een Nike's om. Onze matchen, ik niet. En toch heeft... Weet ik veel. Nou ja, hoe heet het ook weer? Rick en Morty. Rick en Morty. En die broek zit gewoon heel lekker. Je hebt wel veel kleuren aan. Dit is echt hip, van die bleek lekker. Dat zie je echt veel laten lekker. Oké, we gaan even naar de Sligo toe, mensen. Ik wil even wat eten halen voor oud en nieuw. Dus we gaan eerst daarheen. Wat ga je halen? Ja, ik weet niet, man. Wat gaan we daar zien? Maar heel veel! Trouwens, mensen, ik heb heel het huis weer omgetoverd naar normaal. Het huis was eerst helemaal een soort van kerstvibe. Dat is helemaal veranderd. We hebben het weer veranderd naar normaal eigenlijk. We moeten even kijken wat we nu gaan doen, want we willen een soort van decor hier gaan bouwen. Waardoor het voor de TikToks gewoon veel leuker is om naar te kijken. Maar ik weet niet wat. Dus als je iets weet wat leuk is om hier een soort van op te hangen voor decor, laat het weten in de comments. Ik dacht misschien aan een kleurtje of zoiets, maar allemaal rode dingen of blauwe dingen. Of, I don't know. Maar laat het weten in de comments. Chantal komt langs en mijn kamer is gelijk een rotzootje. Chantal, waarom maak je altijd een rotzootje in mijn kamer met al je kleren? Dit is altijd. Kijk dan. Jezus. Gooi je toch echt zo neer? Ja. Oh, dit is echt... Wow. Wat doe je? Ik dacht dat je hier stond. Schok je niet? Ja, ik schrok. Boom, bitch, I'm a ghost. Wauw, origineel. Ik zeg je eerlijk, voor de eerste keer is het huis gewoon mooi schoon. Zoals je kan zien. Oh, oh, oh. Nou, hij heeft zijn muts gevonden volgens mij. Nu is zijn telefoon kwijt. Waar ligt mijn telefoon? Bel mij eens. Bel mij eens. Mooi, joh. Mensen, dit gebeurt me nou echt heel vaak. Echt vervelend. Is je geluid aan... Oh, wacht, laat maar. Ik weet het maar. Nee, hij ligt in de oplader. Ja. Jezus. Ik weet niet waarom, maar ik vind een lift altijd zo eng. Ik kom door die film. Stel, je zou hier vastzitten. Had je de film gezien? Nee, dat niet. Het ging over een soort van stelletje. Je zat vast in de lift en die was helemaal bezeten. Oh. Ja. Oh, wat eng. Dus de lift ging helemaal trippen en zo. Oh. Echt wat. Je zit eerst in een lift die Mitsubishi heet. Het is gewoon een merk. Ja, maar een automerk. Het is toch ook een automerk? Ja, inderdaad. Een Lamborghini lift. Ik ben mijn jas vergeten. Wow. Sef, hè, maat, dat ik nog 5 weken lang niet naar de kapper kan gaan. Ja, ik ook niet. Dat is toch fuck. Mensen, trouwens, in mijn vorige video wilde ik een Porsche gaan kopen. Ga ik niet meer doen. Ik ga voor een huis sparen. Voor een nieuw vibe house. Ik ga voor een nieuwe vibe house sparen, mensen. Nog 10 maanden. Ik heb een vraag voor jullie. Ja. Heb je wel eens een aanrijding gehad? Nee, man. Nee, Chantal? Weet je het heel zeker, Chantal? Ik heb nu bijna 5 jaar mijn rijbewijs en ik klop hem af, maar ik heb nog nooit een ongeluk gehad. Ik ook niet. Ik heb wel een keer gehad een fiets tegen me aanrijden. Echt? Maar daar kan ik niks aan doen. Nee, dat was Amsterdam. Het regende heel hard. Ik zit letterlijk 3 seconden in de auto en meneer Messina moet weer plassen. Dat kon je toch dat ook doen? Ja, maar ik moet wel echt niet nodig, dus stop bij een tankstation alsjeblieft. 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 Mannen. Gaat je wel goed? Ja. Ja, toch? Of niet? Ja, of moet je niet die kant op? Waar is het tankstation dan? Oh nee, nee, nee. Ja, rij! Waar is het rood? Ik rij verkeerd! Oh, wacht, nee, wacht. Kan ik zo rijden. Alleen is er geen tankstation. Waar zijn we hoor, meneer? Oh, hier is het. Thanks, het. Beste. Weet je wat, ik ga gewoon terug. Als je dat doet, wordt een hele zware rit gevoerd. Oh ja?
Nou, ga hier maar lekker plassen, meneer. Rennen. Mondkapje. Ik vergeet ze echt altijd. Je kan ook nooit eentje kopen als je kwijt bent. Nee, ik heb een renner. Ik heb echt zo nodig plassen. Het is zo erg, mensen. Als je mondkapje gewoon kwijt bent en je wilt een winkel in, dan kan je ook geen nieuwe kopen, want daar heb je eentje voor nodig. Ja, klopt. Het is echt zo onhandig. Het is echt onhandig. Ja, hoe kan je eigenlijk een mondkapje kopen als je nooit eentje hebt gehad? Eerlijk? Bestellen op internet. Oh ja, dat is waar. Oh, dat is wel heel slim. Glenn, nu Thomas toch weg is, ik heb een leuke opdracht voor je. Als Toos weer terugkomt, doe alsof je hem een kusje wil geven. Op zijn bank. Hoe kom je hier nou weer op? Geen. Dus als hij straks instapt, moet ik hem proberen een kusje te geven. Ja. Oh, de. Durf je dat? Dat is zo awkward. I know. Hij gaat echt denken. Ik ga je wel terugpakken vandaag, hè? Ik zweer. Oké, vooruit. Wat de fuck moet ik doen? Kusje. Kom hier. Kom, kusje. Ja, wat is fout? Ik moet ze een kusje geven van Chantal. Heel lief van mij. Lief toch? Heel lief. Zo lief. Zo, we gaan naar de Sligo. Heb je lekker gepist, vriend? Oh, dit. Nodig. Mensen, deze auto hier achter mij. Is dit gewoon tegen me aangereden? Dat is geen grap. Ik ga kijken. Ja, toch. Hij rijdt ook gewoon door. Oh. Hij rijdt ook gewoon door. Je hoorde ook echt zo... What the fuck? Hier, zo. Hij rijdt ook gewoon door. Wat doet hij? Zo, dat kan ik niet maken. Ja, ik ben wel verzekerd. Maar ik reed dus net gewoon daar rechtdoor, mensen. En ik wilde afslaan. Maar die auto naast mij ging snel invoegen. En die reed dus net... Ja, die sneed me dus af. Ja, rij maar weg, ja. Nou, dit staat er helemaal nergens op. Ja, dit is echt niet lauw, man. Kutzooi. Oké, mijn zus is niet en moeder aan het bellen, maar... Ik ren gewoon weg en... Zo. Ja, ik ben verder ook niet weg. Kijk dan. Ja, het is best wel diep gegaan. Het is echt gewoon diepe krassen. Hij reed ook gewoon door. Ja. Ik ga naar Sligo. Het is echt niet lauw dit, man. Heb je gezien? Schade. Noord. Ja, echt gewoon schaaf. Hij sneed me af, Roos. Ik niks. Hij rijdt ook nog weg. Ik hoorde niks. Ja, ik hoorde echt. Fix wel gewoon met de verzekering, maar... Ga toch niet wegrijden, hè? Ben je echt zwak? Oké, mensen. We zijn bij de Sligo. Laten we even wat eten kopen. Welkom bij de Sligo. Oké, waar ga ik parkeren? Oh, wat krijgen we nou hier die auto? Nog eens spullen of een schade bij. Yes. Zo. Oké, je hebt dus een pasje nodig voor de Sligo, die ik dus niet heb. Maar ik heb gehoord dat je met de feestdagen dus gewoon zomaar naar binnen kan. Dus we gaan kijken of het werkt. Het is gelukt, we hebben een pasje gekregen voor één keer. Een dagpas? Ja, een dagpas. Oké. Ik zie echt altijd zoveel eten, bizar. Oké. Dan gaan we heen. Dit is wel echt cool, hoor, mensen. Kijk dan, oh de... Eerlijk, gewoon heel het vibe house vol met gewoon dit. Ik vind het zo lekker immens. Hoeveel kost één ding? Heb je hier een dit kost 11 euro. 11 euro. Wat is? Wat zeg je? Stracciatella? Ja, we hebben hier zoveel smaak van Tony Chocoloni. Die ik nog nooit heb gezien. Tony Chocoloni. Oh, dat is lekker uit. Glenn. Je houdt van chocolade, geef deze Nutella pop. Ik zweer, in Amerika hebben ze gewoon dit in de winkel staan, hè? Dat is geen grap. Amerika, hebben ze echt van die grote potten staan bij Walmart. Gewoon echt van Nutella. Ja, man. Dus niet zo... Nou, ik weet niet Nutella, maar wel echt van die grote potten waar echt extreem veel in zit. Hier is ook al 3 kilo. Hè? 3 kilo? Oké, we wachten voor 1000 euro. Zou je zo'n hele pot opeten? Voor 1000 euro? Ja. Dan met alle liefde. Ja? Ja. Zo'n hele pot? Ja. Ook gratis? Nee, gaat 100 euro. Nee, maar dit is echt... 1000 euro minimaal. Ik denk dat ik daar minimaal 2-3 kilo van aankom. Ja? Wat de gek. Die Heijn te zien is af en TikTok. Maar dit komt in kaartje. Besef, als je hier verstoppertje gaat spelen. Zoveel plekken, mensen. Het is echt zo groot hier. Pak hem nog boven. Je hebt dus de normale kar.
En je hebt Thomas' car, die net is afgebroken. Holy shit, mensen, kijk dit. Dit is toch goals. Nou, pak maar iets. Oh, dat is sushi, ik had die vorige keer een video gedaan. 24 uur lang snoep eten. Echt? Ja. Het is echt lekker. Ik normaal eten lekker, van VS snoep eten. Ja? Dit is wel echt goals. Want dit. Ik ga deze halen. Hij zegt marshmallows, maar ik vind deze echt 10 keer lekkerder. Deze zijn lekker. Nee man, ja, ik vind deze echt lekkerder man. Ik ga deze kopen. Zullen we zo'n, hoe heet die challenge? Die yummy of zo? Yummy challenge. Ja, gummy, ja zoiets. Ik weet niet man, maar ik ga deze halen. Zo, we hebben aardig veel gepakt. Veel. Zo. Ik denk wel dat we geslaagd zijn bij de Sligo. Oké, ik heb iets leuks. We gaan nu niet naar huis. We gaan naar Range Rover. Echt? Die zit hier om de hoek. Ook Mercedes daar. Dus we gaan even kijken voor een nieuwe auto misschien. Let's go. We zijn aangekomen bij Range Rover. Wacht, Land Rover trouwens. Jaguar zit hier. Tesla zit hier. Let's go! Oké, mensen, ik ga nu naar binnen. Ik weet niet of het mogelijk is om binnen te filmen. Dus als het wel lukt, dan zien jullie straks beeld dat ik binnen ben. Maar als het niet lukt, dan zie ik jullie straks waarschijnlijk in de Range Rover die ik ga rijden. Dus een testritje gaan doen, een proefrit. De showroom is dus gesloten. Ik ben meer aan het oriënteren voor een nieuwe auto voor misschien over een klein halfjaartje. Het wordt misschien een Porsche, misschien een Range Rover of misschien helemaal niks. Ik ben puur aan het oriënteren. Maar bijvoorbeeld een auto zoals dit zou wel echt vet zijn, man. Dus misschien wordt dit mijn nieuwe auto, mensen. Ik kan nog niks beloven, maar wie weet. Waar kun je rijden dan? Ik weet niet. Vertrouw je mij? Het is wel mooi als een Range Rover voor zo'n Discovery eigenlijk. Oh ja, dat is waar, man. Ik zag het niet eens. Daar, die daar. Welke? Daar. Ja, dat is wel waar. Ja. Als deze nou fully black is, weet je. Dit model vind ik echt cool. Ja. Als je moest kiezen van een van deze? Ja, die verste. Die zwarte daar? Ja, maar dan de andere gevel. Maar ik vind die vorm is een beetje oud, man. Die vorm vind ik echt mooi. Ja, die is gladder, man. Die is smoother. Ja, man. Die is smoother. Die linker zo'n vierkant. Ja, dat vind ik ook. Moet iets sportiever zijn. Ja. Oké, mensen. We gaan weer terug naar huis. En nee, we gaan een haarmasker. Oh, we gaan een haarmasker halen. Mijn haar, kijk. Mensen, mijn haar is zo dood en droog. Oh. Oké. Okay. Maar zij gaan me erbij helpen, want ja, ik weet daar helemaal niks over, dus... Op de haarmaskers. Ja. Yes. Ben je nou aan het stelen, meneer? Nee. Laatste ding. Kijk toe. Oh, hè? Ja, maar echt een masker, hè? Ja. Een masker voor je haar. Mijn schade is nog steeds niet te overzien. Oh. Waar is je zo? Uit. Heb je eten voor vanavond? Ja. Wat dan? Nordie. Zal ik pizza eten? Of? Nordie. Ik ga pizza eten, denk ik. Ik ga pizza eten. Waar is Chantal dan? Koud. Zo koud, mensen. Zo koud. Heb je haarmasker? Ja. Heel benieuwd. Oh. Holy shit. Ah. Oké, okay, we zijn weer thuis. Mensen, dat was de video. We hebben best wel veel gedaan vandaag, eerlijk? Zeker, ja. Heel veel gedaan. Maar, vond je het nou een leuke video? Even een duimpje omhoog, like, abonneer en deel. En volg me trouwens even op Instagram. Ik heb bijna de 108.000 volgers. Dus volg ons even op Instagram. Glenn Valtijn, Chantal Valtijn, Thomas Messina. En dan zie ik je de volgende keer. Doei doei!